Ineke, het is voor een goed doel, de Benefiet Concert. Waar is het precies voor? Het is voor Caleb House. Het is een weeshuis op Ambon, de Molukken, in het oosten van Indonesië. Ik ben daar als vrijwilligster sinds 8 jaar. Ik ben in 2010 ben ik daar voor het eerst geweest. En ik geef daar Engels. Ik blijf er alleen maar 6 of 7 weken. Want ik werk op een school, dus dan heb je niet zo lang vakantie. En Hans is, en zijn broer zijn de organisatoren van dit benefietconcert. Oké, Hans, wie komen er allemaal? Dat is Enjoy, Move On, Because, SRB Band. Dan heb je een Eagles tribute en een Santana tribute. Ineke, nog even over dat weeshuis. Het heet Caleb House. De naam Caleb, dat komt ergens vandaan, hè? Ja, Caleb House of Caleb House is van een Amerikaanse jongen die was overleden. En hebben de ouders de gelden van hem geschonken aan de mensen van Caleb House. En die hebben het dus te huis genoemd naar hem. En je vroeg al eerder van, wat ga je er met de gelden doen? Nou, ik neem het mee. En dan in combinatie, in overleg met de coördinatrice, wordt er gekeken wat nodig is. Hans, 6 bands geloof ik in totaal. Spelen ze allemaal dezelfde stijlen of zijn het allemaal heel verschillend? Ja, als je al zegt van de Eagles en het Santana Tribune is er al een verschil van dag en nacht. Maar uiteraard zijn we vanaf de jaren 60 tot met heren. Dus er is een grote variëteit aan muziek en voor muziekliefhebbers, neem ik aan. Voor elk wat wils. Iedereen moet dan maar 13 mei aanstaande zaterdag naar Studio 15 aan de Koolhofsingel in Almelo.